Helaas, ze hebben me aangehouden. Negeren stopteken. Ik ben niet te antwoorden verplicht. Ik heb recht op een advocaat. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD of Amor. En vandaag mag ik jullie voorstellen aan deze super dikke Audi A6 gemaakt door Ministerie van Mods. Shoutout naar Ministerie van Mods. Voor deze ja te gekke bak. Ik kan er niet meer van maken, niet minder van maken. Ik ga jullie doorheen leiden en we gaan natuurlijk de straat op samen met mijn collega Henkie. Nee, Henkie al, dan gaan jullie weer. Ik heb ooit eens iets gedaan, ik wil niet meer wat. En toen zei, nee, ik zei niet eens Henkie, maar iedereen ging me helemaal claimen tot ik een of andere Henkie die ik oprecht niet ken. Ik geloof dat het van iemand van Royalistic is en die heeft zijn personage Henkie. Maar jullie werden helemaal gek. Ja, belachelijk, maar goed. Hij heet dus Jopie. Dit is hem. Van binnen. Nou, zoals je ziet, hè, daar kijk. Ja, sowieso een dikke bak. Pakken even een sniper erbij. Hoe doe je dat? Waar vind ik die snipers ook alweer? Deze geloof ik. We gaan eens inzoomen. Nou, versnellingspookje. Ik geloof van een. Daar komt een melding binnen. Moet natuurlijk van een RS. Dat, ja, ik heb het al gezegd van luister eens. Er staat geloof ik RS op die pook. Maar goed. Zwaarlichte sirene, zwaarlichte en oranje stop. Overal volgen stop, bla bla. Bijna een toenje pannenkoek heeft. Oh, ik zit vast. Ik loop natuurlijk. Ja, natuurlijk de schermpjes. Boven en onder. Hier loopt er eentje dronken. Achterin een AED, een kast, een kist en een brandblusser. Zo. En natuurlijk blauw, oranje, volgen. En misschien nog wel meer, maar ik ben daar nog niet achter. In ieder geval, ja dat dus. Collega's zouden doen naar Team MOH. Waarom zullen jullie denken? Die heeft natuurlijk ook een Audi gereleased. En Eno Mods die heeft ook een Audi gemaakt, niet gereleased. En ik wil toch even aardig zijn en dat iedereen gewoon een shout-out doen die een Audi heeft gemaakt of die gewoon onze mooie mods verzorgt. Maar voor deze dus, Ministerie van Mods. Ja, goed. Wat we gaan doen vandaag is, we zetten sowieso via F5 deze open. Ik weet niet eens hoe het werkt. Dit moet omlaag. Hè? En we gaan gewoon eens kijken voor ons even wat allemaal te vinden is. Dit is in dit geval dan een Buffalo of zo, die motor. Nou, die die gele Hummer, noem ik hem, Patriot, is dan met die plaat 88 DTR 914. Rijdt 0 miles per hour, oké. Okay. En heeft geen flags, om het maar zo te noemen. Stel nou, we komen iemand tegen. We gaan natuurlijk wel even die dronken mevrouw aan de kant zetten. Stel nou, we komen iemand tegen. Nee, mijn Audi. Nee, mijn Audi. Nee, nee. Niks te zien, niks te zien. Oh, je wilt toch wel te zien. Oh nee, shit. We zetten gewoon veel kapot mee aan. Ik vind het een veel te mooi voertuig. Om in dit geval te zeggen, die gaan we slopen vandaag. Nou, stel er is dus iemand die wordt gezocht of wat en dan komt er bij flags te staan. We gaan nu deze mevrouw even aanspreken. Oh, dat is niet aardig. Goedendag. Hoi. Heeft u een identiteitsbewijs voor mij? Ja, dankjewel. Kijk hem even aan het systeem, momentje mevrouw. Zeg, waar gaat de reis naartoe? Wat hij mij geeft is in ieder geval ingevorderd. Door ons. Wat ben u aan het doen? Ik heb wat frisse lucht nodig. Waar komt u vandaan? Van thuis uit. Waar gaat u naartoe? Ik kom van thuis, ik ga naar huis. Ja, oké, logisch, want ze had frisse lucht nodig. Even een blokje om. Oké, heeft u iets gedronken toevallig? Heeft u drugs gehad? Goed. Hey, wat we gaan doen, we gaan nog even blazen. En dan even een speekseltest afnemen zo meteen. Want ik vind het een beetje niet echt veilig om zo rond te lopen. U zegt u drinkt geen alcohol. Dat klopt inderdaad. Want u heeft geen alcohol genuttigd, zie ik.
Speekseltest komt wel positief uit. Goed. Dus voor haar veiligheid gaan we haar even aanhouden. Voor openbaar... Wacht. Nee, wacht. Mag dat wel? Ik weet niet. Ik ga in ieder geval een transportje vragen. Maar mag je? Want voor openbare dronkenschap mag. Maar dit is geen openbare dronkenschap. Dit is onder invloed zijn van drugs in het openbaar. Mag je voor openbare dronkenschap of voor alcohol misbruik... Oeh, die gaat daar. Dat is niet helemaal mooi. Mag je iemand dus arresteren omdat hij drugs heeft gebruikt en dus onder invloed is van drugs? Misschien voor zijn of haar veiligheid, maar voor de rest heb je geloof ik geen dingen dat je zegt van, hè, die mag je meenemen. Ik weet het niet. Laat het maar even weten in de comments. We gaan nu in ieder geval snel door naar een voertuig, of geen melding hoor, maar daar reed je net een auto en die had wel heel veel rook en alles. Dus we willen even kijken of daar iets mee aan de hand is. Of ja, er zal iets mee aan de hand zijn. We willen wel even kijken of die natuurlijk wel veilig zo door kan rijden. We gaan dadelijk ergens even stilstaan. En als we daar stilstaan, dan gaan we een meting doen. Een lasertest noem ik maar even via dit. Dan gaan we kijken voor langsrijdende voertuigen. Als die te hard rijden, dan kunnen we daar achteraan gaan. Moeten we ze natuurlijk wel weer treffen. En dan kunnen we ze bekeuren daarvoor. Ik denk dat het een van de voertuigen is die hier nu recht voor ons rijdt. Er zit ook de Audi sirene op. Ik weet niet of ik het net al had benoemd. Of de Audi sirene. Er zit in ieder geval een sirene op die op de Audi A6 ook zit. Of die heb ik in game staan. En jullie moeten maar zelf even... Daar werd iemand gezocht. Maar goed, daar kunnen we even niks mee. Het was die Hummer die daar weer reed. Die witte Hummer daar. Maar dit vind ik belangrijker. Want hier staat een voertuig met branddingen. Zooi, zeg maar. Wat we gaan doen? We gaan in ieder geval even... Oh ja, nu. Hè? Nu hebben we... Oh, hij is vies. Nu kunnen we de kofferbak open doen, dan vergeet ik het. Maar we gaan nu even met een brandblusser naar deze beste mevrouw toe. En even vragen van of alles goed gaat. Goedendag. Hey. Van mijn rijbewijs. Motor zit namelijk flink te roken. Ik weet niet of het zo verantwoord is om de snelweg te pakken. Maar ik zag u daarachter al langs rijden en toen was u al aan het roken, de motor dan. Dus u was er blijkbaar van bewust dat, of u moet het hebben gezien al voordat de snelweg opging. Maar wat is er aan de hand met het voertuig? Het is een beetje oud. Ik zie ook dat ze een ingevorderd rijbewijs heeft. Dat betekent dat we het kenteken zo nog even gaan nakijken. Maar dan mag ze zo uitstappen denk ik. Ja, en nu? Dat is altijd zoiets, hè? Moeten we hier nou laten uitstappen en niet meer verder laten rijden? Ja, officieel moet dat, dus gaan we ook laten doen. Maar uitstappen. Mag deze kant op komen? Kom even hierin. Nou, wat we snel doen. Voertuig laten we afslepen. Op uw eigen kosten. U krijgt van mij in ieder geval meerdere procesverbalen. Oké, ik zie iets aan de ogen, die zijn een beetje rood. Dan wil ik eigenlijk eerst zorgen dat hij hier weggaat. Kom maar met mij mee. Gaan we eerst eens hier staan. Gaan we even een alcohol en of beide, gewoon een alcohol en drugstest afnemen. En komen die positief uit, ben je aangehouden vrij door invloed. Komen die negatief uit, dan ben ik zo vriendelijk om een taxi te laten komen om je zo snel mogelijk hier weg te krijgen. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand gewoon allergisch is, hè? Misschien is het allergisch voor Wim of voor mijn collega Jopie of weet hij ook alweer. Of heeft net gehuild. Oh, kijk eens aan. Marihuana en cocaïne. Goed, mag u omdraaien, ben bij deze aangehouden voor rijden onder invloed. Ben niet onverplicht, heb recht op een advocaat.
We gaan een transportje laten komen en u meenemen naar het politiebureau. En ik wil bij deze de uitvordering van alle drugs. Kijk, nu hoor je de sirene al een beetje. Met alleen de versneller. Ik ga fouilleren. Nee, dat mag niet. Dat moet een vrouw doen. Ja, boeiend. Ja, er komen toch geen vrouwelijke collega's die gaan fouilleren. En ik ben nooit een vrouw. Dus het moet. We hebben geen drugs aangetroffen bij mijn vrouw. En de sirene wil redelijk zacht zijn hoor. Neem nog maar mee. Nou, zij had kunnen fouilleren. Maar goed. Aan de ene kant moet het, hè. Dan zeggen jullie weer van ja, je moet fouilleren. Want ja, anders zitten ze daar misschien in die politieauto met een vuurwapen. En aan de andere kant mag je niet fouilleren. Want een vrouw moet een vrouw fouilleren. Alleen als ze niet anders kan. Nou, in dit geval kon niet anders. We zetten even de ANPR-camera daarop. We zetten oranje even aan. En als er een voertuig is wat ons opvalt, dan gaan we die aan de kant zetten. Of in ieder geval meenemen. Dit is niet de geschikte plek om een meting te doen voor snelheid. Want daar ga je niemand op aantreffen. Of op betrappen. Zet hem even op de andere weghelft, shit. Oh, flat, dat is... Nee. Oh. Rijdt alsjeblieft prio 1. We gaan even iets doen wat absoluut niet mag. Oh, dit is heel onveilig, dit moet ik niet doen. Sorry, dit moet ik echt niet doen. We moeten even een andere weg gaan vinden, maar aan de andere kant, nee, ik moet het wel doen, want anders missen we die hele achtervolging weer. En dan missen we natuurlijk weer meldingen. Er komt hier recht op mij af een achtervolging. Of nee, die gaat nu daarop af. Wacht, oh wacht, dit is hem helemaal niet. Er stond een high speed pursuit, nou ik merk het. Ik spreek de politie, stop uw voertuig onmiddellijk. Wie is het? Het is deze toch? Oh, ja, nee, ja, wel, nee, ja, nee, wel, ja, uitstappen, hier komen. Hoppakee, oh. Hey, hier komen. Je bent aangehouden. Je blijft staan. Het geen gekke dingen doen. Want je hebt een taser te pakken. Police, stop whatever the hell you're doing. Staan blijven. Oké. Okay. Nu gaan we ook nog 500.000 meter rennen. Waarom ben je zo snel, vriend? Zo. De reisrol moet voeden. Hij is dood. Oké, okay, mooi. Is mijn Audi nou weg? Ja, mijn... Ah, nee. Audi is niet weg. Hij is overleden omdat ik hem... Toch? Ja. Ik deed hem taseren en toen kwam hij ook nog eens terecht tegen de auto die daar aan kwam rijden. En die auto reed zeg maar over hem heen en ja. Dat vond hij niet zo leuk blijkbaar. En nu is hij dood. Maan is uit. Gaan we lekker door. Pakken de snelweg weer. Ja, kunnen we best via hier gaan. Toch? Ja. Een bericht voor alle wagens. Dat is ook nog eens moeilijk. Je weet namelijk niet wie, wie je moet hebben. Deze geloof ik. Suspect is armed with explosives.
Ja. Nee. Dit busje van Coolblue. Maar deze heeft geen registratie. Oké. Toch? En Coolblue heeft dan geen registratie. Ik snapte helemaal niks meer van, joh, gekkies hier. Rijdt alsjeblieft Prio 1. Oh, die gaat er ook nog vandoor. En twee achtervolgingen. Daar wordt geschoten. En deze... Hey, stop je. Hier komen, uitstappen. Ik heb nog steeds deze vast, zo te zien. Dus je ga je voelen als je wilt. Ja? Ik ben aangehouden. Stoppen. Stoppen. Ik wou net zeggen, joh, gek. Hey, stoppen. We zijn er even bezig, ja? En luister, ik ben aangehouden. Negeer een stopteken. Ik ben niet antwoord verplicht. Je hebt rechten van advocaat. Ik wil daar gebruik van maken. Zwijgen is toestaan, zullen we maar zeggen. Jongen, die alarmlichten die gaan steeds aan en ik doe het zelf toch niet. Ik weet niet welke knop ik indruk, maar dat gaat geloof ik vanzelf. Ruim transport. Hey vrienden, ik ben helemaal klaar met jou. Eén collega vraagt om assistentie. Uitstappen hier, kom. Gewoon blijven liggen, maar... Een transportje voor deze. En een transportje, of een takenwagen voor deze en een transportje voor de heer. Had ik Virke Godman uiteindelijk nou aangezet of niet? Ja, onbewust geloof ik. Nee, niet. Nu wel. Ik had hem gefouilleerd. Het ziet er niet goed uit, hè, auto. Nee. Ik kan wel een gas geven. Je rijdt gewoon op mijn velg, joh, gek. Hoi. Hi. Heb ik eigenlijk zo open of wat? Ah, hij zegt, ik vraag van wat is met je voertuig gebeurd? Ja, iemand heeft mijn banden lek gestoken. En dan ga je maar zo rijden totdat je auto weer helemaal ontploft. Goed, mag even blazen voor mij? Dan hebben we controle of dit wel helemaal lekker gaat. Blazen druk stop, zeg blazen, oma, yo. Je wil niet meewerken, dat is niet mooi. Zeg, heb je alcohol gedronken? Nee. Heb je drugs genomen? Nee. Oké. Mag even een speekseltest wel van mij afnemen. Aan de ene kant, hè. Goed, op moment past, ik weet niet, iemand mag geloof ik weigeren, want op dit moment zie ik geen... Ja, hij kijkt echt uit zijn ogen alsof hij iets heeft genomen. Dus ja, aan de ene kant moet je hem geloof ik aanhouden. Aan de andere kant, het is nu in dit geval niet echt een indicatie. Dat ik denk van die heeft alcohol genuttigd. Maar in ieder geval uitstappen. En je voertuig hier afsleep, je mag niet meer verder rijden. En je krijgt een bekeuring. Thuis gestuurd. Had ik jouw rijbewijs gecontroleerd trouwens. Bekeuring thuis gestuurd voor het gevaarlijk rijgedrag met dit voertuig. Was er nog iets met het kenteken? Ik geloof het niet, hè, want we hadden hem al aangekeken via de ampère. Staat wel niet op jouw naam, zie ik. En hij is niet geregistreerd, dus bij deze in beslag genomen. Dat staat dan toch niet via dat systeem, dat is wel jammer. Dus dat is niet helemaal up-to-date. Dus je hebt ook vaak de kans dat als via dit systeem dat je daar iets op ziet, krijg je een bekeuring voor dat niet geregistreerde voertuig, hè? Dat weet je. Als daar iets opkomt en vervolgens via deze scan niet of andersom, ja dat is natuurlijk wel minder. Nee, je gaat niet... Is dat naar mijn sirene? Ik heb niet eens een politie sirene. Of ik heb een andere sirene dan die sirene wat ik net hoorde, dus hoe zit dit?
Kom, jij gaat niet steken. Oh ja, trouwens, mijn collega die heeft geen geel vest aan, want dat kunnen ze niet. Daarvoor moeten ze... Wat is dit? Daarvoor, ja, dat zit niet in de skin, dus dat kunnen we niet doen. Iemand gaf me een tip, ga niet meteen af op witte bolletjes als ze je aandacht trekken. Dus daarmee bedoelt hij van, kijk, als ik nu, ik zie daar allemaal witte bolletjes rijden en zo. En ik ging daar dan al achteraan, zo van, hé, die ga ik eens betrappen. Maar hij zei van, probeer misschien is het leuker om te kijken of je ze echt kunt betrappen. Dus niet, ook al zie je het witte bolletje, als ze niks doen, gewoon laten. Ik doe het wel eens. Maar ja, soms zie ik dan witte bolletje en vervolgens zie ik ze ook al dit doen met dat stuur. En dan denk ik van, ja, die is dronken. Dus we laten dat even. Kijk, een melding komen misschien. Ja, natuurlijk krijgen we dat van mij, hoor. Een overvalmelding. Dan doen we even de vestjes aan. Ik weet niet of het is... Ja. Wel, alles zit achterin. Hey, collega. Suit up. Als je weet waarvan dat is, laat het in de comments weten. En dan hou ik van je. Nee, grap. Ik hou van iedereen, hoor. Maar dan vooral. We gaan... ook al doe ik niet suit up nu. Wat ben ik aan het doen? Oh, ik ben het helemaal aan het verknallen. We gaan naar... wat is er? Wat is dit? Ze gaan er vandoor. De verdachten gaan er... Ah, shit. De verdachten gaan er vandoor, want ik wilde eigenlijk links en langs. En ik knalde nog eens op waar we net waren. Er is nu blijkbaar een overval gepleegd. En de verdachten gaan er al vandoor. Ja, en dan is het helemaal natuurlijk ideaal voor dit snel interventievoertuig. Oh. Jongen. Zie je mijn potnonde jus blauw toch niet komen dan, of wel? Ja, hij is dood. Mooi, terecht. En ik knal hier weer op. Ik kan echt niet rijden. Politie, staan blijven. Vuurwapen. Toch? Ja. Kan ik gewoon niet meer richten. Oei, joh. Dit is echt heel ernstig nu. De achtervolging. Persoon met vuurwapen ga ik één naar deze kant op. Staan blijven nu of door te schoten. Ik heb het al geprobeerd, was het gelukt. Meewerken. Vuurwapen laten vallen. Waarom werk je niet gewoon mee? Waarom zou je wegrennen met een vuurwapen voor een agent die ook nog een vuurwapen heeft? Die blijkbaar niet kan richten, dus dadelijk raakt hij je per ongeluk ergens waar je niet geraakt wilt worden. Dat zou niet geraakt worden als je een vuurwapen, of als je wordt beschoten. Maar dadelijk raakt Wim je ergens anders. Even opstaan, ik ga even fouilleren. Oké, goed. Hey, er komt een transportje deze kant, maar jij bent dus aangehouden. Een overval en verboden wapenbezit. Dus ga met hem mee, hun mee. En wat ik ga doen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik denk dat de video wel lang genoeg is geweest. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. En niet getreurd als jullie denken, oh, de Audi is er weer weg. Die komt gewoon zo veel mogelijk terug, jongen. Die gaan jullie nog zo vaak zien, dat willen jullie niet weten. Vinden jullie Sirene mooi? Vinden jullie Wim mooi? Wim is altijd mooi. Vinden jullie Audi mooi? Laat het zeker even weten. En shout out naar het ministerie van Mods nogmaals. Die weer actief zijn, want ja, nu zullen jullie denken, die waren toch niet meer actief. Ja, inderdaad, maar nu wel. Tot de volgende video. Doei!